Heb ik het nummer van Sophie Milzik? Yo, tof dat je kijkt naar een nieuwe video hier op Luciano Fun. Mijn naam is Luciano en je kijkt naar deel 2 van de Dutch YouTube Gathering video. Dit keer heb ik op Instagram gevraagd om een paar vragen achter te laten voor de YouTuber zelf. Dus die ga ik ook stellen dit keer. Let's go. Op welke video ben je het meest trots? Damn. Ik vind mijn Siri video's heel leuk, waarbij ik Siri interview van iPhone. Omdat het best wel uniek is, denk ik. Bijna niemand in de wereld had dat gedaan. Niet op de manier hoe ik het deed, zeg maar. Daar was ik heel trots op. Ja, meestal dingen die soort van uniek zijn of die ik zelf bedenk. En ik ben ook wel heel trots op Jongens Lees de Girls. Want ik kwam om 3 uur s'nachts met dat idee en ik wist gewoon dat het een goed idee was en een leuk idee was. En dat ik het zelf leuk zou vinden. Hoe zo kwam je opeens op dat idee dan? Ik weet niet, soms heb je zo'n creatieve bui en ik had opgelezen. Ik had in mijn notitie op mijn telefoon om 3 uur s'nachts gezet. Jongens die uit de girls voorlezen. En ik weet echt niet waarom. Maar ik vind het zo grappig. Dus gaan we beatboxen? We hebben dit keer kijkersvragen. En de vraag is, met wie wil je een keer opnemen? Mag elke YouTuber zijn? Dit lijkt misschien een beetje standaard, maar ik denk Jelly, man. Jelly? En hoezo Jelly? Hij lijkt me echt een hele gave dude gewoon mee om te gaan. Ja. Wie totaal niet? Wie totaal niet? King Alert of... Nee, ik vind King Alert aardig gozer. Waar staat dat nou op? Weet je, nee, ik haat jou. Fuck jou, King Alert. Wie totaal niet? Beautyness of... Ik denk geen beautykanalen, man. Ik heb daar niks mee, dus geen beautykanalen. Hoezo begon jij met YouTube? Dat begon als een grap met leerlingen. Ik ben leraar en het begon als een grap 5 jaar geleden. En gewoon een beetje van ja, je bent toch grappig en gaan we YouTube doen. En het begon als een grap in het Engels. En toen vroeg David mij in het Nederlands bij DDG en toen werd het ineens dit. Dus eigenlijk als grap begonnen. En nu heel serieus. Mevrouw, waar is Gert? Geen idee. Geen idee? Samsung en Gert, toch? Wat vind je van King Alert? Ja. Eerlijke mening, hè? Ja, eerlijke mening. Ik vond King Alert eerst niet zo tof, want het was heel erg je eigen mening presenteren als het nieuws. Ja. En ik ben de king en ik heb al gelijk. Maar ik vind dat het nu al wat beter. Het is nu echt gewoon wat meer objectief. Dit is gebeurd, dit is gebeurd, dit is gebeurd, punt. Ik had een video van King Alert, heel goed, de titel Enzo Knol is een lul, van een half uur. En dan moet ik helemaal gaan kijken en dan denk ik, laat dan maar. Maar nu is het gewoon een video van 5-6 minuten en dan weet ik gewoon even gauw pam 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 wat er gebeurd is. En dat vind ik wel oké. Je bent bekend door Idols. Hoe was Idols? Idols was super om mee te maken. Echt een hele ervaring. Want daarom heb ik nu al deze mensen hier. Welke jurylid vind jij het beste? Eva en Jamai. Ik kan geen keuze tussen hun maken. Oké, okay, nou we hebben in ieder geval een kijkersvraag. Adidas of Nike? Nike. Nike, en waarom Nike? Ja, ik hou gewoon van Nike. Wie is jouw lievelingsvrouwelijke YouTuber? Lievelingsvrouwelijke YouTuber? Oei oei oei, ik kijk niks seksistisch, maar ik kijk sowieso niet heel veel YouTubers. Er zijn helemaal niet veel vrouwelijke. Emma Blackery vind ik wel heel leuk. Geen Sophie Milzink. De Nederlands denk ik wel Sophie Milzink, ja. Heb jij een nummer of niet? Oeh, even checken. Ja, even checken. Heb ik het nummer van Sophie Milzink? Ik zit sowieso wel ergens met haar in de groepchat. Ja, we hebben het in de Banjotaan groep altijd over Sophie natuurlijk, dus... Wat als je geen motivatie hebt voor streamen? Wat ik dan doe als ik geen motivatie heb? Nou, ik heb dus een groepsapp en daarin vraag ik meestal, zal ik live gaan? En daarin zeggen heel veel mensen, ja, ga live. Dus eigenlijk de kijkers. Feestje denk ik voor jou. Oh, oké, okay, oké. Okay. Gewoon een feestje. Maak hem. Wel, ja, is goed. Maak er maar wat leuks van. Kom maar mee. Feestje, meneer. Hallo. Hallo, feestje. Feestje? Ja. Ja, lekker. Yo, wie ben jij? Ik ben Goeie. Oké, en wat doe je allemaal? Heb je een YouTube kanaal? Ja, ik heb een YouTube kanaal, jongens. Kijk, hier staat het. Goed. Wie zie jij als concurrent van alle YouTubers? Oh, ik heb geen concurrenten, man. Nee, geen concurrent? No, no, no. Ik zie niemand als concurrent. Iedereen doet gewoon zijn ding, toch? Ja, je komt toch voor Armo Was Right? Wat? Je komt toch voor Armo Was Right? Nee. Nee, voor wie dan? MOP, Matti. MOP. Je oma heeft ook een kanaal, Stek Oma. Ja, wanneer gaat ze weer uploaden? Ik kan niet wachten. Ik ga haar vanavond opbellen en ik ga het even voor je vragen. Maar ik denk misschien binnenkort nog eens een keer. Wat vind je van Armo Was Right? Keer, jongens. Wij hebben van onze kijkers een vraag gekregen. Alright. En zou je ooit gaan daten met een fan? Nee, man. Nee, ja, ik weet niet, man. Zeg maar, het probleem is gewoon... onbewust willen die altijd misschien iets van je hebben en gaan ze niet voor de echte jij. En ja, dat is toch geen goede relatie dan. Yo, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Volg me ook eventjes op social media en abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Tot de volgende keer. Ciao.